Dus is het genieten van jouw grote vriend natuurlijk, Ismael Assaidi. Vorig jaar werd de wedstrijd ook gespeeld natuurlijk in Heerenveen. Heerenveen Twente. Toen werd het 6-2 eigenlijk helemaal bepaald door die Amsterdammer van FC Twente. Of van Heerenveen. 12 december 2010. Hoe herinner jij die dag? Wat was dat toen? Ja, het was heel mooi natuurlijk. Van zo'n wedstrijd droomt iedereen. In die wedstrijd heb ik 3 keer gescoord, 2 assisten en de penalty veroorzaakt. Maak je maar 1 keer in je leven mee. Ik ging hier hard aan toe. De winnaar blijft staan en de verliezer die moet lang wachten, want het was heel druk hier altijd. En doorgaan tot het donker werd? Ja, tot mijn ouders me belden om naar huis te gaan eigenlijk. En toen kwam je altijd direct? Ja, moet naar je ouders luisteren. De jeugd van AZ, waarom ben je niet bij AZ gebleven? Ja, toen was ik nog een vervelende jongen en ik dacht dat ik het al had gemaakt. En, ik ben weggestuurd op school omdat het niet goed ging op school. Omdat ik een vervelende jongetje was. En nu ben ik vrij rustig en heb ik ervan geleerd. Ik ben blij dat ik toen die fout heb gemaakt en niet nu. Almere, De Graafschap, Heerenveen, iedere keer een stapje hoger. Wat is je volgende stap? Die clubs die nu voorbij komen, wat ik lees en op internet. En, dat schiet niet op, denk ik. Daar wil ik Heerenveen niet voor verlaten. Ik moet wel iets moois zijn. Zoals? Ja, top van Nederland. Of als dat niet het geval is, dan moet het wel in het buitenland zijn. Is er concreet interesse geweest de afgelopen periode? Ja, er is in het begin concreet interesse geweest van een club. Die heeft geboden, maar Heerenveen wil me niet makkelijk laten gaan. Dat is hun goed recht. Maar was die club interessant genoeg voor jou? Welke club was dat? Ja, die club wil ik niet noemen. Maar het was wel een interessante club. Je bent ook Marokkaans international. Hoe voelt die status? Het is je vaderland en het is mooi om voor Marokko te voetballen. Je wordt echt op handen gedragen als je daar voor Marokkaanse elftal speelt. En het is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel wat je voelt als je op het veld komt. En het volkslied, kippenvel en de sfeer eromheen. En ook, ik had ook geen zin om te wachten tot Nederland komt, want ik werd niet eens opgeroepen voor Jong Oranje door Cor Pot. Waarom? Was voor mij ook een vraag, want ik was goed bezig naar mijn mening. Misschien volgens hem niet, maar hij vertelt wel een heel ander verhaal. Maar ik vond dat ik op dat moment erbij moest. Zijn er nog andere jongens die doorgebroken zijn uit deze buurt? Ja, Mark Boussoufa die hier ook vaak voetbalde, is doorgebroken. En we hebben hier ook een, maar het heeft niks te maken met voetbal, een kickboxer, Badr Hari, die daar in dat hoekje woont. Die voetbalde ook altijd mee. En, als we hier voetbalden, voetbalde hij ook mee. Niet dat hij goed kon voetballen, daar niet van. Maar die speelde je vast niet tussen zijn benen door, hoor wel? Hij, daar was ik niet bang voor, dat deed ik gewoon. Ik voel hem komen, hoor. Zolang als hij die nu hier nog speelt, dan is hij mijn vriend geworden, hoor. Hey. Die is goed, hoor. Hij is een hele mooie man om naar te kijken. En sowieso, hun kijken echt kritisch tegen voetbal aan. En dat ze dan nog goed over me praten, doet wel wat met me. Ja, fenomenale speler. Echt, dat moment ook weer in die goal maken tegen Marokko. Dus zijn benen door. Ja, maar ook dat moment dat hij inhoudt en weer, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen dat, ik heb dit nog nooit veel gezien. Zo goed bedoel je? Zo, iemand die die bal zo dichtbij hem kan. Weet je, ik heb het idee dat hij nog het meeste weg hebt van Ribéry in zijn goede tijd. Dat was 2,5 jaar geleden, zeg maar. Hè?
Die had dat ook wel. Karinsje had je het al een keer over gehad. Ja, dat heel de tijd met die... Dat die weet je, als buitenspeler, dan... Je weet, die bal die gaat maar heel de tijd heen en weer. Je moet er gek van worden. Dat Fulham nou eventueel in de race is, dat is niet de club waar hij naartoe moet gaan, toch? Nee, ik denk... Dus nou, dat voelt toch ook niet. Ik zou ook nog niet weggaan. Hij moet bij Heerenveen furoren maken. Maar Fulham is wel een club... Ja, met een geweldige historie. Nee, maar ook op een podium. Dan is het een kwestie van tijd. Dan zit hij bij een groter. Dat is een goede tussenstap voor zo'n jongen. Maar wat ik het leukste vind, is al die mensen die hem weggestuurd hebben en te licht bevonden hebben. Ja, die krijgen nu een lengteverjaring nog draaien. Ja, maar hij vertelde dus het verhaal dat Cor Pot hem nooit opgeroepen heeft. Cor Pot zegt dat hij hem opgeroepen had en dat hij onderweg naar het trainingskamp heeft afgebeld dat hij opeens ziek was geworden in de auto. Dat is het verhaal dat Cor Pot toen vertelde. Ja, hij heeft op een of andere manier voor Marokko gekozen. Maar weet je wat zo leuk is? Daar zit hij nou aan te denken. Weet je, bij hem, als je nou die goal ziet tegen... bij Marokko, weet je, dan... Weet je, die beweging, hij maakt wel al die bewegingen... maar voor één ding, die goal te maken. Ja. En dat is zo mooi. Maar dan heb je die Nani bijvoorbeeld van Manchester United. 19 van de 20 bewegingen heb je geen ene flikker aan. Jenner, hij komt er niet langs. Vitesse, die heeft dat ook. Hij komt er niet langs, hij gaat geen voorzet geven. Ja. Nee, dan is het achter... Weet je, Ronaldo heeft dat ook wel, maar die heeft het wel functioneel. Maar hij is echt heel erg functioneel. Hij is maar met één ding bezig, dat is de langskomen. Ja. Op wat voor manier dan ook. Het is natuurlijk als back is verschrikkelijk om tegen deze jongen te spelen. Ja. Want hij komt... En hij probeert er langs te komen en dan kun je een overtreding maken. Maar 2 minuten later, dan komt hij weer. Ja. Hij probeert het iedere keer. Ja. Ga zo verder, Johan. De Toto komt eraan. Dat je dat...